Yo, kijkers van Online Kim, van harte welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van het EK 2020. Tussen de nummer 1 van de FIFA ranglijst tegen Rusland. Jongens, dit is België-Rusland. Ja, in Sint-Petersburg in Rusland. Gaan we eens even kijken. België-Rusland. Ik speel uiteraard met België. Is België de grote favoriet op dat toernooi? De nummer 1 van de wereld. Op de FIFA ranking staan ze eerste. Rusland, dat weet ik eigenlijk niet. Maar van België weet ik dat wel. En Sint-Petersburg in Rusland. 2 jaar geleden was hier ook een wedstrijd, het Belgisch volkslied. This place simply a monument to the game. So much prestige, so much pride, so much passion whenever football is played here. Tegen Rusland. Geen volkslied allemaal. Maar Rusland is dat een beetje raar, maar ja. Dit zijn wel Courtois, Vertonghen, Tony Alderweireld, die kennen we ook. Dries Mertens volgens mij, dat weet ik niet. Glide away from his marker with just one touch. Rusland. Elk van de Russen. The kind of player the manager will be looking to build this team around, I'd imagine. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. Goed. België heeft afgetrapt. And we're underway. Voor de reis richting finale. Kan België dat doen? Gaat het lukken? Kutryashov. Tweede keer op het EK achter elkaar. 2012 waren ze daar uiteraard niet bij. 2016 wel. En nu 2020. Officieel 2020. We zitten in het jaar 2021. Maar België is gewoon een goed, prachtig land. Qua voetbal. Ik bedoel, dat natuurlijk wel. Witsel. Kevin De Bruyne. Meunier. Juba. Al de wereld. Zirkov is on to it and can take it up. En bal gaat over. Just couldn't turn it in. I have to commend the wing play, but I have to condemn the defending. They've got to stop the cross. Goed. Op het EK in 2018 zijn ze derde geworden. De Bruyne. Dat is gewoon heel goed. Meunier. Belgium disappointing in the end there. They lack urgency. Golovin. Eden Hazard wil daar tussen. It's a busy front line, lots of movement. And is that working for you? Well, not really, to be honest. I'm not a great fan of taking goal potential away from the penalty box. Ja, maar wie? Ja, er komt er dus wel iemand via Lukaku. Maar die komt er net niet. Golovin. Tussen. Witsel ook niet. Carrasco. Carrasco heeft de bal. Lukaku wil doen. No messing about, just bludgeon the way. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, both sides Kevin seem happy with the patient approach for now. Still trying to have a good look at one another. Lukaku. Penetrate opposition lines. Het is een paar mensen vrij. But I'm sure he'll go again.
komt inderdaad niet goed aan. He's got away. Plays it out to the wing. Oh, some tackle that. Kevin De Bruyne, een goede tackle hoor. With a really impressive run, which nearly went the whole way. Well, he was thinking about headlines, I'm sure. Feels but hard. He ought to focus more on breaking lines. And he's there to hoof it away. He's gone for a throw-in. Heel goed, omdat die bal. Belgium, you have a shot on target. It's a great ball. Golovin. Not much subtlety. He launched himself there. And he is Romelu Lukaku erdoor. Well within the laws. Lukaku! Maar ook de keeper zit erbij. Oh, fine stop from the keeper. Well, what can I say? Truly wonderful goalkeeping. Hier die kans. Maar redding van de keeper. Corner. De Bruyne. Corner gaat richting Lukaku. Maar die komen dan niet goed in. Kutryashov goes looking. Hij gaat zelf een beetje liggen. Juba. He's making good use of his strength there. Just refuses to be outmuscled. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Pas voor Bergen. Half uurtje gespeeld. Gikia. Maar Lukaku zat er. Kutryashov. Er was iemand anders. Lukaku zat daarbij. Penetration to go with all this possession. Golovin gets it back. He goes long and it's got through. Now the less said about the pass, the better. Courtois. Golovin. Rus hebben de bal. En ik kan het beide kanten op. Tielemans puts his foot on the gas. Who's ball? Who's gonna get that? De voorzet is prima. Maar Lukaku kan er net niet bij. En hier heeft Lukaku de bal en ziet België op een 1-0 voorsprong. Romelu Lukaku. Zet België op een 1-0 voorsprong. Lukaku with a predatory goal. Our players like this fella almost have a sixth sense to get themselves in such great coaching positions. How quick-minded was that? Hier, hij, hup. Eigenlijk hier is het eigenlijk een fout van Rusland zelf. En Lukaku straft het eigenlijk af. En is dit eigenlijk een verdiende voorsprong voor België. Hij knalt hem prachtig in. En België leidt met 1-0. Belgium break the deadlock. Yeah, and they know there's plenty of work left in this one, Peter, before they can actually say that the job is over. België kan gewoon heel mooi voetbal laten zien. Witsel. De laatste paar jaar toch goed. En echt. Voetballand toch wel geworden. Niet voor niets dat ze eerst staan op de FIFA ranking. Kutryashov.
breakthrough came in the final moments of the first period, and the score is 1-0. Good try cutting inside here. Maar er is gefloten voor een overtreding. En hij moet zich komen melden, De Bruyne. Cool. Vrije trap op een interessante plek, maar België heeft dat. Komt hier de volgende vrije trap aan? Nee, geel voor België. Nu trekt de scheidsrechter een gele kaart voor Axel Witsel. Hij geeft hem toch een tik hoor. Wie gaat doen? Golovin. En Courtois heeft hem. Oh, smart save. He had plenty to do. Absolutely terrific. Terrific reflexes. Goalkeeping at its very best. In het blessuretijd. Golovin. Crunching tackle. Now it's Lukaku. Lukaku er net niet tussen. Dus halverwege staat België op een 1-0 voorsprong tegen Rusland. Lukaku in de 39ste minuut. België 1, Rusland 0. This team has found a real rhythm to their game. The players seem to have clicked well. There's good movement off the ball. The passes are sticking. No one's afraid to have a go. Belgium leading 1-0 at the break. We gaan lekker verder, jongens. Is dat niet helemaal goed? Perfect. Tweede helft. So off we go once more. Tweede helft is ingegaan. A solitary goal. België moet het gewoon afmaken. De Bruyne die heeft al een waarschuwing gehad, hè? Ja. Die heeft dus nu ook geel te pakken. Ja. Als je al een waarschuwing hebt en je wordt eigenlijk voor de tweede keer, dan krijg je vaak geel. En dat heeft De Bruyne dus. Gikia. Just brushed off the ball there. Ferreira Carrasco. Great strength, too strong for his opponent. Oh. That's one way of trying to make things happen. Niet handig wat ze doen. Ah, die komt weer goed uit. Courtois! Die hoeft er nog niet aan te komen. Maar wat een missertje daar. It was achievable, Peter, but it needed his best. Hier komt die bal gewoon vol op de voeten van hem. Kutryashov. Good spell of possession this, but very little to show. Hij heeft de bal hoor. He gets past his man. And now they can launch a counter. Oeh, klein foutje, maar Lukaku maakt er een corner van. Nee, geen corner. He's got away with one there. Chirkov. Hij heeft de bal voor Rusland. Go for it a bit of creativity and adventure. Witsel gaat daar naartoe. Good challenge. He just Witsel, maar oh, he's caught him there. It's a free kick. Weer gefloten. Well, en hij heeft al geel. Well, you might think he got off lightly. Waarschuwing. Yeah, oh, Witsel. Uitkijken. Squeaky clean from here. Ja, maar eigenlijk is het gewoon niks aan de hand, weet je. Het is allemaal een beetje te overdreven.
Tielemans drives it forward. Now it's Lukaku. Lukaku, ah, dat was een prima balletje, maar daar staat bijna niemand. Shirkov. Golovin. Aldevera battles to win it back. Aldevera. Toby Alderwereld, Alderwereld. Lukaku, hij gaat helemaal de verkeerde kant uit. Dan een voorzet. Ja, Hazard. Het is 2-0 voor België. Eden Hazard maakt er 2-0 van. Dat is een fijn goal. Really efficiently done. Well, as contact goes, that was tremendous, and it helped him to direct it exactly where he wanted into that net. I think when it comes to the aerial department, this fella... Het is gewoon schitterend voetbal. Het is eigenlijk winnend voetbal, hoe je het zo bekijkt. Belgium, 2-0. Well, that second goal has given them so much more command and confidence now, and they should be able to take it on from here and either add to their lead or close it out. Surely they'll manage one or the other. Looking for a decent ball in. He is not one readily to admit defeat. Don't be surprised if he tries that again. Oeh. Zal het tussen komen, hè? Ja. Lukaku. Come through. Chance to break. Yeah, he was under pressure to get that exactly right, and he couldn't even think of the consequences. Dat had misschien een kans kunnen worden. Rock solid. Lukaku is effectively being marked out of the game here. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process. It's hot. Danger averted for now. Juba. Just brushed off the ball there. Good ball. Lukaku, keeper komt. Het is 3-0. 3 voor België. Lukaku is een tweede. It is surely done. The breakaway clinical and clean. And the finish unerring. Yes, the turn and finish is to be admired, but what about the sense of... Ze spelen natuurlijk zaterdagavond om 9 uur. Such pace on the break, as soon as it was retrieved. Drie-nul. Kijk eens aan. Hoe blij dat ze zijn. Ah, now some movement on the bench. Wissel aan de kant van Rusland. Oh, hij is kwaad. Hij is kwaad. Belgium. En dan gaan we verder. Dus 3-0. And they are romping out of sight. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Russia making another change here. And it's Cheryshev. Kunnen de Russen nog wat incasseren? He's gone down. In richting verkeer. Tells him to get back up again. And it's played forward. Hij heeft hem nog altijd. Hij heeft hem, Lukaku heeft hem, gaat hij zijn derde maken. Op de paal. Dat had misschien wel de 4 moeten zijn voor België. Out to the left it goes. And that's been one straight back to Bruyne. De Bruyne, ah, veel staart voor jou. He acknowledges that he should have come up with something better there.
10 minuten nog. I think he did well to spot the run. He just didn't get enough behind it. It happens. Een miscombinatie. Hij zag die bal. Hij dacht dat die bal niet naar hem toe kwam. Golovin. So 3-0 now, and surely there'll be no twists in the plot. Forward it goes. Daar komt dadelijk misschien wel wat aan. Kutjershov. That's clear cut. Hier een vrije trap. Jikia finds himself. En eigenlijk heeft Rusland niet veel laten zien. En hier gaat Lukaku. Lukaku! Maar de keeper gooit de deur dicht voor een hat-trick. Golovin. Jikia. Maar 3-0 is ook mooi hoor voor België. Russia have a free kick. And the referee has shown. En dan komt er nog geel aan. Sometimes a loose foul can trigger a completely different spell of play, and it makes even less sense. En dit is toch geen geel, man. Het kan zijn dat hij ook een waarschuwing heeft voor Monier. Moet ik zeggen. De minuten gaan we er nog bij krijgen. Dit is weer te hard. 3 minuten blessuretijd. Dat is ook te hard. Golovin. Geel. Mijn kaart erbij. Ze hebben wel veel meer kaart te pakken. Ja, dit was wel geel. Dan Ajax. Hij zegt van nee. Vrij trap. En hij is dus de tijd, die zet er ook op. En ze gaat België winnen van Rusland. Bal gaat over. Komt er nog een corner aan. Niet dat het veel uitmaakt. Courtois even niet. En dan is het 3-1. Heeft Rusland toch de goal te pakken nog? It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Cheryshev really showed strength there. Held his man off, didn't let himself get bullied, and got his effort away. Maintained control. Keep it as the miss. Het maakt niet zoveel uit. België wint zijn eerste EK-wedstrijd tegen Rusland in Rusland. 3-1 wordt het. En dat is een verdiende overwinning van België. Belgium was very impressive here, Peter. The backbone of this team is so strong. Goed. And it proved to be the decisive area.
balbezit, welke 35%? Nee, dat maakt niet zoveel, het maakt niet uit hoeveel procent je balbezit hebt. Als je eigenlijk maar wint, daar gaat ze komen. België 3, Rusland 1. En dat is op zich, denk toch wel een terechter einduitslag. België 3, Rusland 1. Goed jongens, ik ga het in ieder geval hier voor vandaag, vanavond belaten. Morgen hebben we ook 3 wedstrijden, ook in groep C. Dat weet ik sowieso. Want dit hebben we als groep B, B is klaar. Morgen 11 juni spelen we Engeland, Kroatië. Dus morgen om 3 uur. 6 uur Oostenrijk tegen Noord-Macedonië. En we sluiten het af om 9 uur tussen Nederland en Oekraïne. Goed jongens, wij zien elkaar morgen gewoon weer terug. Weer 3 heerlijke wedstrijden. Dus goed kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer jongens. Mazzel!